Kunt u uzelf kort voorstellen en vertellen aan welk project u meewerkt? Ja, ik ben Henny Hommerson, woonachtig in Nuenen. En ik werk aan het geitenproject in India, in de deelstaat Orissa. Kunt u iets meer over dat geitenproject vertellen? Ik ga sinds 1991 reis ik naar India, in eerste plaats om onze sponsorkinderen te zien. En daarna ben ik in contact gekomen met priesters al daar. En die hebben gevraagd, na enkele jaren, of ik aan een geitenproject wilde beginnen om de arme mensen daar vooruit te helpen. Ik vond het eerst heel raar, een geit schenken, hoe moet ze daarmee? Maar dat is een heel mooi project geworden. Mensen zijn er enorm door geholpen. Het is voor hun toekomst. Het geitenproject houdt in dat mensen een donatie kunnen geven van 25 euro. Als ik dan een aantal geiten bij elkaar heb, stuur ik dat geld naar India. Want één geit, het geld voor één geit opsturen is te kostbaar natuurlijk, hè, ook voor de bankkosten. Dus ik spaar ze bij elkaar tot 10, 15, soms 20 geiten. Dan stuur ik het geld naar de locatie van één van de priesters. Ik heb daar 3 locaties waar ik geiten schenk. En dan gaan ze daar naar de markt en dan gaan ze handelen. En dan komen de geiten op transport naar de parochie. Daar kiest de priester de mensen uit die in aanmerking komen voor een geit. Gehandicapten of weduwe, mensen die het echt heel hard nodig hebben. Dan wordt die geit onder loting, want ze komen dan met 10 of 15 geiten bij de kerk aan. Onder loting worden ze verdeeld door de mensen. Want er zijn soms iets grotere geiten, of een drachtige geit, of een bruine, of een zwarte. Dan kunnen ze geen keuze maken. Het gaat op een heel eerlijke manier. Hoe worden de mensen nou geselecteerd die een geit krijgen? Dat wordt gedaan door de priester daar. Die weet precies welke mensen het hardst nodig hebben. En iemand die bijvoorbeeld drinkt of echt niet deugt, die krijgt ook geen geit. Okay. Moeten wel mensen zijn die het verdienen. Wat doen ze dan met die geiten? Worden de geiten opgegeten of wat wordt ermee gedaan? Nee, zeer zeker niet opgegeten. Heb ik vooropgesteld. Ze krijgen er melk van. Sommige mensen kunnen van de melk ook kaas maken. Ze helpen ook buurtbewoners daarmee, want die mensen zijn arm, maar helpen elkaar heel erg. En als ze meerdere jonge geitjes hebben, die mogen ze zelf houden. Daar hebben ze dus, dat sturen ze kinderen van de school, of ze kunnen er medicijnen van kopen of kleding. Zo gauw als ze jonge geiten krijgen, die ze normaal 2 keer per jaar krijgen, moeten ze de eerste jonge geit afstaan aan een andere dorpsgenoot of familielid, maar wel heel arm. Nou heeft u het erover dat het allemaal hele arme mensen zijn. Wat moet ik me nou daar voorstellen bij een dorp of zo? Ja, die mensen hebben maar 1 stel kleding. Schoenen hebben ze meestal niet. Als ze geluk hebben, wonen ze in een hutje, maar vaak slapen ze ook onder een boom en dan met al die muskieten en zo. Mensen leven er echt in erbarmelijke omstandigheden. Dan krijgen die mensen een geit. En dan? Dat is toekomst voor die mensen. Die zijn wel zo blij. Dat moet je eigenlijk zelf kunnen zien. Dat is gewoon geweldig. En de mensen zijn ook erg blij met de geitjes. Die mogen soms in hun huisje slapen. Het wordt gezien als een eigen kind. Zo blij zijn ze ermee. Een hele rijkdom. Sta je hier niet mee stil, want het is voor die mensen zo'n enorme rijkdom. Ze hebben een betere toekomst daardoor. En er zijn ook mensen hier die willen per se een bok doneren. Want ja, zonder bok kunnen die geiten ook niet voortplanten. En de mensen die een bok hebben, die kunnen daar ook weer wat geld mee verdienen natuurlijk. Om de geitjes te laten dekken. Als u daar nou bent, op wat voor manier kunt u communiceren met de mensen? Met de allerarmste bevolking, met handen en voeten. Maar het is wel heel spannend en heel leuk, er wordt veel gelachen. Maar de priesters en de zusters en de studenten die spreken Engels. Tot zover, wat heeft het project opgeleverd? Tot op heden zit ik al ruim over de 1000 geiten. Dus dat is enorm en dat verspreidt zich steeds. Gaat u nog wel eens terug om te kijken hoe het gaat? Ik hoop dat ik in de toekomst weer kan gaan. Maar in 2008 wilde ik voor de eerste keer met mijn man samen gaan. En toen kregen we van de aartsbisschop een bericht, net een week voordat we wilden vertrekken, dat het beter was om de reis te annuleren, omdat er hindoe-fundamentalisten waren die daar heel de boel kort en klein hadden geslagen, vernield. En de mensen waren op de vlucht geslagen. Maar nu hoor ik sinds kort, nu na de verkiezingen,
Nou heeft het gouvernement beloofd om die arme mensen weer een beetje op weg te helpen naar de goede richting. En u weet niet hoe het met de geiten staat nu? Helaas weet ik dat niet. Maar ik hoop dat er toch nog heel veel geiten rondlopen. En dat die bij de mensen terugkomen. Want ik heb daar horen vertellen, een geit is een heel sociaal dier. Die komt heel vaak naar hun baasje terug. Nou, het wat rustiger is, bent u weer van plan om nou toch te gaan? Als dat mij ligt, zou ik vandaag nog willen gaan. Maar mijn man houdt me nog een beetje tegen. Hij zegt, u gaat niet voordat het echt helemaal veilig is. Dan wacht ik op. Nou had u het erover dat sponsoren geven dan 25 euro. Hoe is de terugkoppeling naar die mensen die iets doneren? Nou, ik heb daar afgesproken, ik wil wel hebben dat de mensen een berichtje terugkrijgen, omdat ik dit als vrijwilliger doe. En ik wil wel bewijs hebben dat mijn geld daar ook komt. Mijn geld, het geld van de mensen die jij doneren. En daarvan krijgen ze een brief en een foto. Wat doet het nou voor uzelf, dit project? Heel veel. Ik heb er een heel goed gevoel bij. En ik ben blij dat mensen mij daarbij steunen. Want alleen kun je zoiets nooit doen. Want mochten er nou mensen kijken en denken van nou, ik wil daar graag mijn medewerking aan geven. Op wat voor manier kan dat? Ze kunnen altijd op de site kijken. www.geitenproject.nl. En de meeste mensen hier in Nuenen kennen mij wel. Want ik ben al een beetje bekend als het geitenvrouwtje. Maar ze kunnen doneren of op allerlei manieren? Op allerlei manieren kunnen ze doneren, ja zeker. Dan wens ik u nog heel veel succes met het project. Dank u wel. En ik hoop dat de mensen, ondanks de gebeurtenissen die daar zijn geweest, toch willen blijven steunen. Dank u wel. MUZIEK